Grotere gereguleerde ondernemingen, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, zijn verplicht om het risico te kwantificeren dat ze lopen door met een toeleverancier samen te werken. Zeker als er sprake is van uitwisseling van gegevens of van een technische integratie, bijvoorbeeld via API's. En dat is logisch, want steeds meer grote bedrijven worden via een toeleveringsketen aangevallen. Maar als deel van zo'n risicooefening moeten ook die toeleveranciers op hun beurt aantonen dat ze hun eigen risico's onder controle hebben. En moeten ze dus ook hun eigen toeleveranciers aan zo'n risicoassessment onderwerpen. En dat creëert als het ware een viraal effect, waarbij uiteindelijk de hele toeleveringsketen moet aantonen dat ze de nodige processen en policies, de technische maatregelen en opleidingen voorzien, waarmee ze garanderen dat ze een aanvaardbare cyber resilience hebben en dat gegevens bij hen veilig zijn. Kortom, als bedrijf ben je niet verplicht om zo'n vragenlijst in te vullen, maar door dit niet te doen, zul je eigenlijk op termijn steeds meer klanten en prospecten verliezen. Cyber resilience en privacy zijn immers in toenemende mate sales qualifiers, sales enablers aan het worden. Hoe je hier best mee omgaat in je bedrijf, leer je tijdens de diverse masterclasses en lerende netwerken die wij Agoria en Cirrus organiseren.